Ja, hoe zal ik eens beginnen? Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik moet beginnen. Want ik heb naar het verhaal van mevrouw Jansen van de NSC geluisterd. En die zegt, je moet op basis van inzicht het lef hebben om ook ergens mee te stoppen. Daar zijn we mee aan het werk, dankzij D66. Meerdere moties om ook op het gebied van preventie inzichtelijk te maken wat de kosten, maar vooral de baten zijn. Maar als ik mevrouw Jansen van de NSC hoor, op basis van lef moet je met dingen stoppen op basis van inzicht, dan breekt echt mijn klomp dat op basis van nul inzicht nu alle middelen, en ik ga het even opnoemen, want dan gaat het ook een beetje leven in de zaal, alle middelen geschrapt worden. De middelen voor preventie, 230 miljoen, waren incidenteel, zijn niet opgenomen in het hoofdlijnakkoord. Dat is aanpak overgewicht, aanpak mentale gezondheid, kansrijke start. Er wordt 300 miljoen structureel bezuinigd op de publieke gezondheid, onder andere de GGD. Er wordt 10% bezuinigd op alle specifieke uitkeringen. Dat is geld dat naar de gemeente gaat, bijvoorbeeld op het gebied van seksuele gezondheid. En dan komt er ook nog een generieke rijksbrede korting van 1 miljard op subsidies. Die gaan over gezonde leefstijl. Dus als mevrouw Jansen hier het pleidooi houdt, op basis van inzicht de goede dingen doen, dan hoop ik dat mevrouw Jansen mij kan uitleggen hoe je op basis van nul inzicht nu alles op het gebied van preventie schrapt, en dan hoor ik mevrouw Jansen ook nog zeggen, we willen de goede dingen doen, dan is het onbestaanbaar dat de bottenbel op preventie gaat. En ik ben heel benieuwd wat mevrouw Jansen daarvan vindt. Mevrouw Jansen. Het wordt een beetje een herhaling van zetten. Zoals ik net zei, moet het geld ergens vandaan komen. Er moest bezuinigd worden. Dankzij het beleid van het vorige kabinet, of de vorige kabinetten. Er moet gesneden worden. En zo ook op preventie. En ik heb ook al eerder aangegeven dat ik het ook jammer vind dat er op preventie is gesneden. Maar nogmaals, is het niet met de botte bijl gedaan en ook niet op verkeerde inzichten. Wat ik zo leuk vind, is dat ik na het hoofdlijnenakkoord ontzettend veel reacties heb gekregen van patiëntenverenigingen, van organisaties, van weet ik veel wie, die zeggen, oké, er is minder budget, maar wij willen heel graag meedenken hoe we het beleid nu met minder middelen kunnen vormgeven. En ik vind dat juist heel prettig, dat mensen niet gelijk, zoals mevrouw Paulusma zeggen, er is niks meer nodig, er is met de botte bijl doorgehakt. Maar we staan ervoor zoals het nu is. En dat is niet alleen de schuld van de coalitie, maar dat is iets waarmee de coalitie heeft moeten dealen. Wij moeten keuzes maken, omdat er in de voorgaande jaren verkeerde keuzes zijn gemaakt. Dus wij zitten met een onmogelijke taak om het vorm te geven. En daarom ben ik heel blij dat het veld er heel open voor staat en constructief mee wil denken. Mevrouw Paulusma. Ja, dan wijs ik mevrouw Jansen toch nog even op het NRC-artikel van afgelopen week door de voorzitter van de NFU, die juist zegt, het is populistisch, het is onderdacht, het heeft geen langetermijnvisie en het maakt heel veel in de zorg kapot. En ik snap heel goed dat patiëntenorganisaties en zorgorganisaties afhankelijk van het nieuwe beleid optimistisch en open naar u mailen of appen of wat ze ook doen. Maar het is de allerdomste bezuiniging die dit plan in zich heeft, dit hoofdlijnakkoord. Want mevrouw Jansen ging prat op preventie. Het verkiezingsprogramma van de NSC gaat prat op preventie. En dat is wat volledig wordt wegbezuinigd. Daarmee wordt de zorg duurder, worden de wachtlijsten langer. En echt de onzin dat dit een keuze was, omdat dit vorige kabinet slechte keuzes heeft gemaakt en u daarom moest bezuinigen. U had een keuze. En u heeft preventie volledig laten lopen en daarmee zet u de zorg keihard in de kou. Mevrouw Jansen. Nou, daar denkt u zo over. En wat ik bijzonder vind, want u haalt natuurlijk een quote naar voren van de NFU die mevrouw Paulusma heel goed uitkomt. Er is niks populistisch aan. En we doen net alsof alles wat er nu in de zorg is ontzettend goed gaat. Alsof er nu ineens wachtenlijsten gaan ontstaan, terwijl er al jarenlang wachtlijsten staan. Er zijn zoveel misstanden in de zorg. Die zijn er nu al. Dus het is onzin om te denken, om ervan uit te gaan, dat sinds het hoofdlijnenakkoord, dat we nu ineens van alles gaan kapotmaken. Want er is al heel veel kapot gemaakt door de vorige kabinetten.
alles wat misgaat nu in de zorg, dat is te danken. Ja, u kunt wel lachen, mevrouw Paulusma, maar het is helemaal niet grappig. Alles wat er nu ligt, daar zitten al alle punten die genoemd worden, met preventie ook. Er zijn nog een heleboel dingen niet gehaald. Het is niet zo alsof we... We zijn zeker op de goede weg, vooral met roken. Maar er zijn ook een heleboel onderdelen van het preventieakkoord zijn niet goed van de grond gekomen. En ik kan zo doorgaan met een waslijst aan wat er tot dit moment nog niet is goed gegaan. Dus als we nu gaan zeggen, de nieuwe coalitie gaat alles kapot maken. Nou, dat zullen we dan nog maar zien. Maar ik heb goede hoop dat met de goede mensen, en dan maar met minder middelen, maar ik heb goede hoop en ik heb er echt vertrouwen in dat er nog heel veel mogelijk is. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, aan hoop hebben patiënten helemaal niets. En ik vind het beschamend dat hier gezegd wordt en gepretendeerd wordt dat dit vorige kabinet alles kapot heeft gemaakt. Dat is A, niet waar. En B, zal ik de eerste zijn in dit gezelschap die zegt dat er nog een heleboel dingen beter moeten. Maar als mevrouw Jansen hier het pleidooi houdt, op basis van inzicht maken wij met lef keuzes. Daar ben ik echt, ja, ik wil daar een heleboel over zeggen, maar dat zal ik niet doen, voorzitter. Maar dat is echt waanzin. Want als dat waar is, met lef en op basis van inzicht de juiste keuzes maken, dan is het echt wanstaltig dat er zo wordt bezuinigd op preventie. Want daarmee zeg je tegen een heleboel patiënten en tegen een heleboel medewerkers in de zorg, we doen niks meer om ervoor te zorgen dat u niet ziek wordt of niet erger ziek wordt. Waardoor we alle problemen in de zorg die er zijn, en daar ben ik heel reëel over, alleen nog maar groter maken. En dat vind ik echt beschamend.